Beste kijkers, mijn naam is Carlo Uzala. Ik ben pre-sales Modern Workplace bij de actiegroep. Vandaag wil ik een leuke tip met jullie delen die ik geleerd heb van collega Dries Verdonkt. Je kan namelijk naast de custom achtergronden die Microsoft aanbiedt, die je kan toepassen in je Teams videomeetings, om je achtergrond te wijzigen, kan je nog eigen images gebruiken, vakantiefoto's of foto's of van op kantoor. Maakt niet uit. En ik wil vandaag eventjes tonen hoe. Ook nog eventjes meegeven dat dit alleen maar werkt in de Teams client-applicatie, dus niet in de webapp. Hoe gaan we te werk? Ik klik op agenda. Ik start een meeting met mezelf. Hoi. Nu deelnemen. Oké. Dus zoals de meesten al ontdekt zullen hebben, of misschien ook niet, kon je via de drie puntjes je achtergrond vervagen. Die naamgeving is een beetje veranderd. Als je nu klikt op achtergrondeffecten weergeven of in het Engels show background effects, dan verschijnt er rechts een pop-up met allemaal images die Microsoft heeft toegevoegd. Maar je kan dus ook de blurred background kiezen. Die functionaliteit is dus uitgebreid. En Microsoft heeft daar allerlei achtergronden in verschillende stijlen. We kunnen verhuizen naar een strand ergens in, ik weet niet waar. Er zijn ook zo wat cartoon-achtige achtergronden. Minecraft mocht uiteraard niet ontbreken. En nog wat andere. Dit is Halo, denk ik. Dus normaal gezien ga je ongeveer tot hier, hè, de images die Microsoft aanbiedt, zien. Maar vanaf daar zie je dus custom images die je zelf kan toevoegen. Het zou handig geweest zijn als er een dedicated knop was met Add Custom Image. Voorlopig is dat nog niet, dat gaat er misschien nog wel komen. Maar er is dus een workaround om je eigen foto's toe te voegen. En ik ga eventjes tonen hoe. Verhuizen eventjes naar de receptie in Willebroek. Nu, als je deze oefening thuis doet en je gebruikt een foto met tekst of logo. Je gaat heel die foto eigenlijk ga je in spiegelbeeld zien, maar in een echte meeting komt dat dus normaal in beeld. Voor deze oefening had ik een beetje vals gespeeld en in de originele image het actielogo in spiegelbeeld gezet, zodat het mooi in beeld komt, hè, dat onze werkgever dat logo toch niet in spiegelbeeld verschijnt. Ik ga eventjes tonen hoe we die foto's toevoegen. Dus ik start mijn File Explorer. Navigeer naar deze PC, de C-schijf, dan de map Users. En hier ga je normaal gezien een mapje zien met je gebruikersnaam. Als je daarop klikt, in die map moet je nog eventjes controleren via de tab View dat Hidden Items dat daar aangevinkt staat. Want de volgende map die we nodig hebben, App Data, dat is een hidden folder, anders ga je die niet zien. En die hebben we dus ook nodig. Dus klikken op App Data. Dan Roaming. En ik weet, het is een lang pad, maar totdat die dedicated knopper is, ja, is dit de enige manier. Microsoft. Dan Teams. Backgrounds. En in die folder Backgrounds ga je inderdaad al die foto's die Microsoft aanbiedt om je achtergrond aan te passen, die staan in deze folder. Maar er is nog een subfolderke Uploads. En alles dat je hierin toevoegt, van afbeeldingen uiteraard, ga je kunnen gebruiken als achtergrond. Waar je wel op moet letten, hè, als je over zo'n filename hovert met de mousepointer. Dan ga je de resolutie al kunnen zien. In dit geval is dat 284 x 177 pixels. En dat is veel te laag, dan gaat die achtergrond blokkerig zijn. Een andere manier om het te checken is met de rechtermuisknop op de filename klikken en dan Properties of Eigenschappen selecteren. En in het tabblad Details ga je ook zien 1811 pixels maal 1200 en zoveel. Dat is dus een goede resolutie om een mooie scherpe achtergrond te hebben. Dus alles wat je hierin opslaat, ga je kunnen kiezen. Ik ga het nog eens tonen. De drie puntjes, achtergrondeffecten weergeven. En we kunnen verhuizen naar de ruimte. De Dead Star.
Of de receptie in Willebroek. Ik hoop dat je veel plezier aan deze tip kan beleven. En ja, dat was het voor mij. Heeft uiteraard niks te maken met productiviteit in Microsoft 365 of in Teams. Maar af en toe mag het ook gewoon fun zijn. Tot de volgende. Ciao.